Bobbing TV wordt mede mogelijk gemaakt door Deutfar en Van der Brink, hoogwerker en kraanverhuur. Kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl. Eerste deelnemer in de klas, dat die daar eens gebruik wordt. Om te kijken hoe de wagen staat. Het team wat een keurig aan het lopen had als de wedstrijd is stoppen. Maar meer nog als strak lopen daar met name de Bloos was die ziek genoeg was. En hier van het schaats wordt afgegaan. Ik rijd de koor van Nico die... Sterk wagen blijft zo staan, maar ik heb een als het gaat over het balans. Kijk naar een stukje tegenwerp, die komt gelijk uit serieus hoek. Oftewel de winnaar van de laatste wedstrijd in Stappos is deze Red Pekin. Die de weg terug naar de top zou heel voorzichtig zijn. De teruggevonden lijkt te hebben. Huis wat we hebben als het gaat over schuiven bij een boekje. Met die zilver draai van 14. Ik ben juist de brug daar, de zon is alles wat er hier allemaal gebeurd is in die 25 jaar, ja, alles is te ver. Maar heel veel wordt dan toch even de stroomlandse bereik gezet. De klappen die worden vroeg in de 2,5 ton uitgedeeld, jongens. Want hier komt de lijst aanvoerder, hier komt het grote doel. En het gevoel zegt als ook het staafvijer hier de omstandigheden haast niet week te mannen. Want ik denk... En als ik het dan heb over de nummer... Ja, en in de afwezigheid van opa Aard is het beste die hier de honneurs moet waarnemen met Little Red Poison. En die doet dat heel graag. Die doet dat met de broek van de hand. Dan wel met snelheid richting 100 meter, zou je hem bijna tellen, maar uiteindelijk gaat dat feestje dan letten we hier op. Uit en Wesley rijdt ze dan in de andere competitie. Ik heb al nog een schuifschaafwerk gebeurd, maar dat gaat iets zwaarder wezen. Gaat hier dan Herman de Leeuw. Gewoon strak kijken op de hem kenmerkende wijze terugschakelen en met een slinger aan de wijk uiteindelijk toch nog grootste dingen laten zien. Vol enthousiast terug zien komen rijden, zeg maar. Dat moet heel veel plaatsen. 2-9 top. Dat gaat echt hard. Terwijl wij hier de kroeg trekken, gaan overdoen met Van Rieten. Als u ziet wat ik zie, dan stellen wij even vast dat wij hier in de proeftrek als 97 meter gingen. Maar ontevreden waren we en dat blijven we.
Dat is wel een goede eigenschap voor een tractorcoeler. Dat komt. Over de rechterkant van de baan. En op zich toch zelfs nog voorbij de strafbaan, denk ik. Namens deze kermels kan laten zien. Is te koppelen aan net niet dat baancontact wat de motor doortrekt. Dus hield hem net aan het draaien. Maar wil je toch snelheid doen, moet je wel pk's hebben. Dat sowieso. We gaan eens even kijken wat Steve van Eden ons kan gaan laten zien. Die denkt dat spoortje. Ga je roepen schijt, dan gaan we naar de fietsen zo vanaf rijden. En komt dan tot een hartstikke goed resultaat. En dat legt hem voorlopig. Zesde plaats, keurig middenmootje. En dan gaan we in de vrouwenafton naar de eerste in de lijst der bijschrijvers. Ofwel liefst vijf bijschrijvers waarbij je zou zeggen thuis gesteld wordt. Maar het is mogelijk die al de top zit van deze bij Rednik zagen. De tijd vol heeft om de volmaakse beweging erin te houden. En wij, oh, dat lijkt iedere stijl toch even te hebben bij de eerste meters. Hè? Dat doet Adriaan ook altijd. Even van links naar rechts. En dan met Spalmassi. Ja, die heeft hem echt op rechts. Wie weet hem dan wel op rechts te houden? Nou is de grote vraag. Waar staat de motor van Small Bassi? In de gale rij de baarschrijvers kijken wij inmiddels ook respectvol naar de verrichtingen van de David Braam die dit seizoen eigenlijk een klein beetje in de voetsporen treedt van Bas. Dat is wel vier serieus gedaan voor verandering heeft ondergaan. En kijk eens wat hier gebeurt! Zeg ik u al eventjes, zijn heel goed bezig deze heren, die net wel voor ze gekomen zijn, want ze gooien de competitie niet in de wacht. Maar als die hier naar de eerste afstand gaan, of gelinkt aan de wijze waarop de fanrijders denken. Die denken als je een verstand dat ooit één keer hebben ondervonden. En ik verzeker je één ding, als die één keer overkomen is, dan doet het vandaag nooit meer. Dat is zonde joh, ben ik fliek. Werkers was al geplaatst, dan gaat hij naar voorlopig weer de verste afstand. En de set van Werkers.
waar hij met de val met hier in ieder geval van iedereen zegt, oh, we staan geen toprijden, weet je wel. Die rijden de promo en die doen af en toe maar eens mee. En dan kom je gewoon met zo'n bal van Kruijen, en ik heb die gas overrecht. Dan rijden alles en iedereen voorbij en dan ben je zo. En daar we gezien hebben dat de bijschrijver zegt, kan, gaan we dat ook nog eens proberen met Green Warrior 2. Of voor de combinatie van Achterberg, die in de loop rechts probeert weg te zetten. Maar te veel naar rechts staat de witte lijn natuurlijk. Goed onderweg, maar daar is trek van beïnvloed. Als ze daar wel met de finale verreden, dan hadden we de netjes vier, want dan waren de laatste drie in de klasse. Dat is niet erg, maar als je dan gestraft in een Duits moet rijden, dat is toch wel een zware dag dan, Bebbe. Pieter Wilders, daarmee al even kijken. Laatste deelnemer in de 2,5 tunnel, voordat wij die ook officieel kunnen maken en ons kunnen opmaken. Voor de 3,6. Vooruitkijk voor de competitie is het sowieso beslist. Maar voor de wedstrijd gaan wij hier voor de bekers en de bloemen. Hier de strijd nog even aan. En gaat het als het gaat over bekers en bloemen. In deze topklasse aan de hele weg aan de stikkast wel door het klare melk te zijn. Barber, de laatste deelnemer onderweg, oftewel met Mike. Het is in ieder geval een toerrijd. We gaan naar een live modified en we gaan sowieso rijden met de kruisstap. We gaan even testen voor Putten. En je zag de 90-98. En dit is 90-70. Dit is volledig veel meer van dit soort David Brauns in de sportklasse in actie. En laat die keurig netjes zien. Marcus plaats nummertje 2. En plaatsje nummertje 1. Dat is de lastige door omstandigheden. Dat is de meer dat hij als het een kleine uit een hoekje komt voor de pak. Jeroen van Schaik met Danny Merel. En de 3-2-1 compleet. En de dames erbij. En het is niet zo dat de kist niet zo op hakken staan. Het is ook niet zo dat ze gewoon wat langer geboren zijn. Maar Jeroen is altijd wat kleiner gebleven. Daarom zit hij wat korter bij elkaar. Heb ik daarmee het hele eerste woord compleet, jongens, voor de 2-0 tot ons klopt. 3, 2, 1 in min! Nog één klap. Tractor Bobbing TV wordt mede mogelijk gemaakt door Deutfar en Van der Brink, hoogwerker en kraanverhuur. Kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl.